In Jonge Boeren aan het Roer spreken we met jonge agrariërs uit de gemeente Hollandskroon die in de voetsporen van hun ouders durven te stappen. Met alle moderne uitdagingen die op de loer liggen. Het zijn 36 leeflagen. Dus, het is niet echt één hele grote stal waar echt al die kuikens allemaal gezamenlijk in zitten. René van Arkel uit Middenmeer is sinds een jaar eigen baas. Hij heeft samen met zijn vrouw Aline het akkerbouwbedrijf van zijn ouders overgenomen. Ze zijn daarnaast ook nog een pluimveehouderij begonnen. Kijk, hier kan je dat mooi zien, hè? Dan kuiken. Ja, met een dag of acht dan beginnen ze echt zijn verenkleed begint zich te gaan ontwikkelen. Dan gaat hij zijn dons gaat hij loslaten. Vader Ton neemt steeds meer afstand van het bedrijf, maar boeren zit in je bloed. Dus dat is niet altijd even makkelijk. Hier liggen het ras Arsenal ligt hierin. Ja, je mist het wel. Ja hoor, als ik op vakantie ben en ik hoor dat die druk heb en de medewerker is weg, nou dan heb ik geen vakantie meer, dan moet ik naar huis. Ja, zo is het gewoon. Het is altijd je passie geweest. En je vindt het hartstikke leuk, het werk en het weer, de opkomst van de zon en de ondergang. We hebben zo'n prachtig uitzicht hebben we. Je ziet hem komen en je ziet hem gaan, de zon en de buien. En ja, het is gewoon heerlijk om buiten te zijn. Ja, we hadden eigenlijk altijd 40 hectare, 45 hectare aardappelland. Nou, dat werd steeds minder. Op den duur hadden we nog maar 18 hectare vanwege Agripoort dat gebouwd werd. Ja, ik begon toen bij mezelf na te denken van ja, wat gaan we doen? En toen kwam dit eigenlijk op mijn pad. René was er op dat moment van overtuigd dat de overheid de pluimveerechten eraf zou gooien. Geld dat je moet betalen om überhaupt een kip te mogen houden. Het hele bedrijfsplan dreef erop, maar niks bleek minder waar. En dat is een forse streep door de rekening. We zijn een hoop geld kwijt ieder jaar aan die productierechten, ongeveer 1,5 ton. Het probleem is dat je eigenlijk niet weet wat de overheid gaat doen de komende jaren. Dus we blijven in het ongewis zitten van... Ja, welke kant gaat het op? Worden de rechten duurder? Worden ze goedkoper? Gaan ze eraf? Krijgen we een fosfaatrechtenstelsel? We weten het niet. Het enige wat we wel weten, dat is dat de bank ieder kwartaal komt en zijn hand ophoudt. Dat die rekeningen betaald moeten worden. Dus ja, stoppen is geen optie. En nu gaan we de voerpan omhoog draaien. Heeft u toch wel eens met samengeknepen billen gezeten toen duidelijk werd dat hij de zaak over wilde nemen? Toen nog niet. Maar toen de kippen kwamen heb ik wel mindere nachten gehad. Ja, het is zo kapitaalintensief en er hoeft ook maar niks mis te gaan. En het kost gelijk zo vreselijk veel geld. En daar heb ik wel minder van geslapen. Maar het gaat nu goed hoor. Ja, je probeert er het beste van te maken. En we hebben gewoon een hele mooie basis en een heel mooi bedrijf staan. Dus wat dat betreft heb ik wel vertrouwen in de toekomst. Ja, ik ga uit van mijn eigen kracht. Als je een beetje droomt van de toekomst, wat hoop je dat er gaat gebeuren? Wat zou voor jou het mooiste zijn? Ja, wat ik hoop dat er gaat gebeuren. Ik hoop eigenlijk dat ik mijn kinderen ook de kans kan bieden die ik ook heb gekregen om het bedrijf over te nemen. Dat er voor hun ook een toekomst in is weggelegd. Desalniettemin moeten ze wel altijd zelf de keus kunnen maken wat ze willen. Ja, en verder, ik hoop gewoon dat we hier gewoon met heel veel plezier kunnen werken en onze boterham kunnen verdienen. Dat je gezin gelukkig is, dat je er zelf van gelukkig wordt. En dat je uitdaging houdt om de dingen te doen, om het interessant voor jezelf te houden.